Een aantal mensen bij elkaar in een kleine ruimte en je hebt voer voor een blijspel. Dat dachten Leon van Uden en zijn INL Entertainment bij het maken van Liften. Dat Liften eindigde met zo'n grote cliffhanger dat er wel een sequel van moest komen. Liften 2. Ik ben een wat pittige advocaat uit het Gooi. En die een nogal een loner. En ik kom in de cel terecht met een soort allemans vriendje, vrolijke Joke, Saskia. Die steeds maar vriendjes met mij wil worden. En daar heb ik mijn twijfels in het begin enorm over. Hoi! Ik ben Saskia. Ik heb altijd al een roommate willen hebben. Voornamelijk speel ik Juri. En Juri is gevangenenbewaarder. Dus hij belandt uiteindelijk ook door... Ja, een akkefietje in de cel bij twee dames. Maar hij is ook vader van een zoon die uit huis gaat. Die gaat uitvliegen en dat kan hij heel moeilijk verkroppen. Hij is ook al verlaten door zijn vrouw. Dus hij voelt zich eenzaam en dat wil hij niet. Dus hij wil eigenlijk zijn zoon niet verliezen. Dus daarom is hij heel klampvastig. Nou, die zei een keer tijdens een ruzie dat seks met mij voelt als een algehele narcose. Oh! Je ervaring met Liften 1 was zodanig, dacht je, dat je dacht. Ik wil de sequel in. Ja, zeker weten. Ja? Ja. Waarom? Ja, het was zo leuk om te doen. Het is natuurlijk het is anderhalf uur maar, hè, zo ongeveer. Dat is heel leuk, dat het maar in één acte is, dat je in één keer door. En je bent continu op het toneel, dus je hebt heel veel te doen. Mm-hmm. En het is zo leuk om in heel korte tijd zoveel onderwerpen aan te snijden. Die van hoog naar laag, van breed naar de andere kant gaan. Mm. Dus al die emoties die dan langskomen, dat vind ik natuurlijk het leukste om te doen. Kende jij Liften 1? Ja. Ik was benaderd door Leon over deze en toen ben ik Liften 1 gaan kijken. En toen wist ik wel dat ik dit heel leuk vond. Was er een aanleiding voor een sequel? Er was zeker een aanleiding voor een sequel. Want aan het einde van deel 1 hoor je een enorm hard pistoolschot. En gingen de mensen met een groot vraagteken de zaal uit. En in deze voorstelling gaan we laten zien wat er nou precies is gebeurd. Voor de duidelijkheid. Ik ben niet lesbisch. Ik wel. Ik wist dat ik er ging tegenkomen in de gevangenis. Zag je heil in een vervolg op Liften? Ja, want Leon schrijft gewoon lekker. Die snapt gewoon wat het nodig heeft. En ik vond het ook leuk om... Jook en ik kennen elkaar natuurlijk heel lang uit wandelgangen. Maar nooit samen gespeeld. Dus dat is heel leuk om dan eens een keer nu eindelijk samen op toneel te staan. Dus dat vond ik ook heel leuk. Gebeurt dat vaak in de theaterwereld dat stukken sequels krijgen? Ik denk aan Love Never Dies na The Phantom of the Opera. Ja, die ik denk nu ook even daar. Geen idee. Weet je, ik ben... volgens mij heb ik het daar al heel vaak met jullie ook over gehad. Ik ben vrij filmisch ingesteld. Ik vind dat... als schrijver ook eigenlijk heel erg leuk om juist voor te borduren op personages die ik ooit heb gecreëerd. Mm-hmm. En ik had al bij Arthur en de strijd om Camelot de hoop dat het een drieluik zou worden. En met Tom Smaakse Spiegeltwinkel heb ik het geprobeerd. En het is telkens is het net niet gelukt. Net niet vaak genoeg verkocht, dat soort dingen. En bij Liften 2 is het na heel veel omleidingen is het dan toch eindelijk gelukt. Ik heb mijn sequel. Geen volle verbijstering naar een buggelende tampon te kijken. Een sequel heeft pas zin als het iets toevoegt. Wat voor ontwikkeling zie je van Liften 1 naar Liften 2? Goed. Sowieso is het natuurlijk heel anders, want het zijn geen drie dames. Dat scheelt al. Het is een andere liftkoker. Het is een gevangenis / box. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk twee mannen erbij, dus dat is al heel anders. En ik denk dat het iets dieper nog gaat. Ik bedoel, het Alzheimer-concept thema is best wel diep en tragisch. En het feit ook van een vrouw die geslagen wordt. Huiselijk geweld. Huiselijk geweld. Het is natuurlijk echt wel een onderwerpje. En dat proberen we aan de ene kant heel luchtig te maken, maar aan de andere kant ook heel serieus te nemen. Hoezeer ik Mariska en Marleen en ook Tooske mis, is het ook heel tof dat ik nieuwe personages heb kunnen schrijven. En eigenlijk gaan we mee met het personage wat Joke speelt, wat we kennen uit deel 1. Maar ik heb eigenlijk iets heel nieuws kunnen schrijven. En dat was toch wel een heel groot cadeau. Ja. En daardoor heb ik ook andere thema's erin kunnen verwerken.
zoals Alzheimer, zoals wat is eigenlijk de waarheid achter zo'n misdaad, hè? Want we hebben natuurlijk enorme vooroordelen als we horen iemand heeft een moord gepleegd, maar wat is daar werkelijk gebeurd? Ik probeer om die vooroordelen heen te borduren en dat was in deze productie eigenlijk heel tof. En het geinige is ook, wat ik ook heel bijzonder vind, hij is ook veel beter nog beoordeeld dan deel 1. Waarschijnlijk omdat ik de diepte in durfde te gaan bij deze productie. Wat ik jou wil wensen. Het allermoeilijkste was dat mijn vader na haar dood volledig inklapte. Hij verloor eigenlijk meteen 2 ouders. Sinds we getrouwd waren kon hij zijn handen niet thuis houden. Wat vind je van de dosering in het stuk die Leon heeft toegepast tussen ernst en humor? Ja, dat is een spannende. Want ik vind dat de ernstige situaties zijn ook wel echt ernstig. Mm. En de komische situaties zijn soms best kluchtig. En soms ligt dat heel ver uit elkaar. Dus ik had wel mijn twijfels erover. Van, kan je die marge zo uit elkaar trekken? Ja. Dus dat vind ik soms nog wel spannend. Maar je voelt ook wel een beetje, als ze op het ene heel erg reageren, dan kan je met het andere uitpakken. Als je voelt dat ze daar wat minder, dan hou je het een beetje bij elkaar. Weet je, je bent er ook wel steeds om aan het intunen. Maar wat ik wel altijd heel mooi vind, dat mensen, dat het publiek gewoon emotioneel opgerekt wordt. Weet je, dat ze aan de ene kant echt enorm gelachen hebben en dat ze daarna weer dit voelt. Dat ze echt even wat meegemaakt hebben. Dat die emoties even gewoon door dat lijf gegierd hebben, alle kanten op. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk van theater. Dat was ook een spannend risico. En dat bleef ook, eigenlijk bijna tot aan de première bleef dat ook heel erg spannend. Van hoe reageren mensen? Want we hebben natuurlijk één probleem op dit moment. Mensen durven nog niet echt naar theater. De zalen zitten gewoon nog niet vol genoeg. Dat is heel pijnlijk. Dat vind ik persoonlijk echt heel pijnlijk. Dus we hebben tot aan die première hebben we toch wel kleine zaaltjes gehad. En je hoorde achteraf dat mensen enorm genoten hadden. Maar we hoorden het niet in enorme lachsalvo's of die stilte die bleef daar dan eigenlijk. En bij de première, er zaten toen 400 mensen of zo. En de zaal ging plat van het lachen. Het is natuurlijk ook première publiek, maar het was echt zo enorm fijn om die zaal weer vol te hebben. En op de juiste momenten vielen die stiltes. En toen dacht ik voelde gewoon, yep, we hebben hem. Dit werkt dus wel. Als je het goed doet, en ik vind de cast fantastisch daarin. Als je dat goed beheerst, dan kun je dat dus maken. David Sanders! Dit is mijn eerste professionele productie, mm-hmm. Dus ik kom net kijken. Waarvoor ben jij opgeleid? Ik heb de opleiding artiest-acteur gedaan op het ROC in Tilburg. Dus ik ben opgeleid als een allround theaterartiest. Mm-hmm. Ja. Allround, dus ook musical? Ja, ook musical. Ja, ja, zeker. Heb je vandaag op het eind alleen maar horen zingen? Klopt, klopt. Mijn spel is dan toch wel mijn sterkste punt van de 3 disciplines die in musicals zitten. Zang en dans heb ik nog enigszins af en toe hier en daar iets aan te schaven. Maar ik ben blij met het stukje wat ik aan het eind mag zingen. En dat is voor mij op dit moment nog genoeg. Besef jij wel dat jij naast 20 jaar musical historie speelt? Mooi, hè? The Phantom of the Opera en het nog beruchtere Grace in de Pepsi Stage. Zelfs wij hebben hem nog gezien. Zo. Voordat hij weg is. Zwart-wit tijd, of niet? Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee, ja, dat heb ik zeker gerealiseerd. En nog steeds. Want ik leer zoveel van die dames. Ik heb natuurlijk een andere achtergrond. Maar als het dan samenkomt, waarom niet? Het is zo mooi. Dag Joke, staat er niet af te luisteren? Ja. Ja, sorry, nou moet ik heel mooi gaan praten opeens, want Joke de Kruis staat hier achter jullie. Niet oké, schat. Nee, maar ik vind het juist mooi, die kruisbestuiving. En ik vind het ook heel mooi om te zien dat waar zij vandaan komen, dat ze zo'n bak ervaring meebrengen naar muziektheater. En dat vind ik zo mooi. En misschien kan ik ook wel iets aan hun overgeven vanuit mijn tv-achtergrond. En als je daar een goede kruisbestuiving in genereert, waarom niet? Heerlijk. Het werken met 20 jaar musicalgeschiedenis plus 20 jaar tv-geschiedenis. Maakt dat jou stil en nederig? Ik vond het in het begin wel heel spannend. Ja, dat klopt. Ja, het zijn toch best wel 3 grote namen. En ieder op zijn eigen gebied. Dus dat vond ik heel erg spannend in het begin. Maar eigenlijk vanaf de eerste scriptlezing, vanaf de eerste repetitie, hebben ze me zo erg thuis laten voelen in de groep. En waren we het echt met z'n vieren. En ja, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ja, nergens om zenuwachtig voor te zijn. Jij bent